dit is de dubbelglas van BBD. We hebben net bericht gekregen dat de vader van James is overleden. Ga even wat voor jezelf doen. Hallo. Sorry. Wat had jij bij vraag 2 dan? Zullen we anders naar hem toe? Om bij hem te zitten? Ja, hij is zo alleen. Misschien vindt hij het wel fijn om alleen te zitten. Nou, dat kan ik me echt niet voorstellen. Niemand vindt het fijn om alleen te zijn als zijn vader net is overleden. Oh, ik heb nog huiswerk van hem. Hallo, wat ga je zeggen? Ik heb je huiswerk. Ja, niet nu toch? Zijn vader is net overleden. Lekker belangrijk, dat huiswerk. Daar zit hij echt niet op te wachten of zo, hoor. Ik denk niet dat James opeens wil dat we allemaal anders tegen hem gaan doen of zo. Het is gewoon belangrijk om het juiste te zeggen. Iets wat helpt. Maar ja, het juiste zeggen is zeg maar niet Maaike's ding. Dit is goed, ja. Ja, mooi. Ja, dit is goed, hoor. Echt een goed idee, Jona. Oh, thanks. We moeten er gewoon echt voor hem zijn. Jona. Oh. Hey. Is dit jouw plan? Ja. Ja, we wilden gewoon echt heel graag iets liefs doen voor James. Oké. Okay. Of ja, de meeste van ons dan. Kijk, het is een heel lief gebaar. Ah, yes, oké, okay, top. Ja. James, vond hij dit mooi? Thuis gaat echt alles over dood. Wat van rouwkaart, wat van speech, wat van muziek. Ik kon het gewoon even niet aan. Daarom wilde ik liever naar school. Weet dat als je wil praten, dat ik er voor je ben. Dankjewel. Maar dat hoeft niet echt of zo. Ik zou het wel gewoon fijn vinden als het op school gewoon normaal zou zijn. Dat snap ik ook wel. Hey man. Hey, gefeliciteerd man. Dankjewel, dankjewel. Heb je nog wat gekregen? Zeker. Mocht wel. Hey broer, die is wel leeg toch? Die is wel leeg toch? Die is wel leeg. Nee, zeker niet. Er zit ook water in. Ben je niet een beetje te oud voor? Hé, hey, wat doe je? Loop dan, loop dan, hè? Hey, wat ben je aan het doen, joh? Waar ben je nou mee bezig? Kijk nou hoe je eruit ziet, man. En met waterpistolen in de school, op de trap. Die serieus een hele week nablijven. Mm-hmm. En hij is super boos dat jij maar alleen voor het opdraaien. En hij gaat er ook echt niet bij laten zitten. Maar wat gaat hij doen dan? Ja, weet ik veel, maar je kent Simon toch. Reken er maar op dat de jongen nog niet van hem af is. Ryan, waar heb ik dit aan verdiend, jongen? Ik dacht dat wij een beetje op een oké spoor zaten samen. Nou, kennelijk niet. Nou, dan kan je dus de komende 2 weken nablijven. Waar sloeg dat op? Hey, toen de jongen ons betrapte, ging het ook gewoon weg om te verstoppen. Ja, precies. We staan nou gewoon kito. Er gaat iets ergs gebeuren met Simons nieuwe fiets. Als Ryan hem kan vinden tenminste. Wat? Ryan gaat Simon dus terugpakken omdat hij het shirt van de jong heeft verpest met koffie. Weet je, Simon is toch een sukkel, dus wat Ryan ook van plan is. Niemand vindt het erg. Hier pak je Simon niet mee terug hoor. Alleen de jong. Of denk je dat zij er blij van wordt als je nu weer iets gaat uitvreten? Dan zit je pas echt in de shit. Wat Simon waarschijnlijk alleen maar grappig vindt. Kan ik jou heel even spreken? Ja? Ik heb Puk gesproken. Waarover? Nou, ik denk dat je dat wel weet. Ik weet dat het Simon was en die mag de hele komende maand nablijven. Maar ja, ik wil dus heel even zo op je zeggen tegen jou. Omdat ik jou... Ik dacht dat jij het had gedaan. En ik snapte het al niet. Ik dacht gewoon... Ik kon me niet voorstellen waarom je dat zou doen. Maar nu weet ik dus, ja, dat je er helemaal niks mee te maken had. Dat vind ik super fijn. Dus sorry. Morgen is de begrafenis van mijn vader. Zou jij morgen mee willen naar de begrafenis? Ja hoor. Weet je zeker? Mm-hmm. Ja. Was het heel naar? Ja, maar wel mooi. Maar vooral raar, want het leek niet echt alsof hij dood was, maar meer gewoon dat hij zijn ogen even dicht deed. Kon je hem zien dan? Hij is toch dood? Nee, maar die kist was toch open?
Nou, tenminste bij mijn opa wel. En iedereen liep langs en toen gaf mijn moeder hem nog een kus. Een kus aan een dood iemand. Ja. Hoe lang is je opa al dood? Een jaar of zo. Was die kus tijdens de begrafenis open? Wat? Ja. Hoe is dat? Dat hoorde ik van een paar mensen op school. Nou nee, gelukkig niet. We hadden dus afgesproken dat James en zijn moeder me zouden ophalen bij school en dat we dan samen naar de begrafenis zouden gaan. Maar als ik ziek was, dan zou ik niet mee kunnen. En ik voelde me serieus gewoon niet goed. Hey pap. Mag ik je wat vragen? Nee, ik ben nog niet bij die begrafenis. Ik wilde juist vragen of je me misschien kon brengen. Ik heb James best wel kunnen steunen volgens mij. Of niet. Nou, in ieder geval hielp het wel dat ik er was. Denk ik. Was de kist open? Ja. Was het eng? Nou, eerlijk gezegd keek ik er best wel tegenop. Heel erg zelfs. Ja, natuurlijk. Maar ja, het was vooral ook raar omdat ik het niet ken. Maar ja, het was ook niet verplicht om in die kist te kijken. Maar ik werd wel gewoon heel erg nieuwsgierig. En het was eerlijk gezegd minder eng dan ik had gedacht. Even dagboekjes inleveren alsjeblieft. Leg maar even op mijn bureau. Wat is er? Ik heb het niet. Hoezo niet? Puk, lever jij ook nog even je dagboekje in? Niet heel nodig plassen, mevrouw, sorry. Puk, alsjeblieft. Mam, ik kwam er net dus achter dat ik iets voor Frans in ons oude huis heb laten liggen. En nu moet ik het dus opnieuw doen. Toen dacht ik ineens, jij hebt de sleutel nog, toch? Die envelop met de sleutel erin lag er gewoon nog. Echt zo gemeen dat ze me niet even helpt. Maar oké, dan help ik mezelf wel. Oh, mam. Ja, daar was ik al bang voor. Ik ben toch duidelijk geweest? Ik moest dit alleen even snel ophalen. Het is belangrijk. Dat kan me niet schelen. Ik heb je gezegd dat je niet moest gaan en jat je de sleutel, ga je alsnog. Je laat me liever uren extra werk opnieuw doen dan dat je me even 5 minuten ergens heen wil rijden. Lieverd, ik wil je met zoveel helpen. Sterker nog, alles wat ik doe is voor jou. Maar soms is het antwoord gewoon even nee en dan heb je dat te accepteren. Ja, je doet alles om mijn leven te verpesten. Ja, het is toch zo? Hey, Puk. Nou. Alsjeblieft. Je hebt hem gevonden. Ja. Nou, net op tijd, hè? De wachttijd voor jouw gemeente is gemiddeld 7 jaar. 7 jaar? Dat is belachelijk. Ja, er zijn wel meer dingen belachelijk. Ik kan er ook niks aan doen dat ik geen baan heb. Ik heb echt gesolliciteerd. Sorry. Ik had hier gewoon echt heel even op gehoopt. Ja, ik wil jullie gewoon niet tot last zijn. We kunnen vast wel iets anders verzinnen, toch? Jullie kunnen best nog wel even hier blijven. Oké, okay. Ja, ik ga wel echt een baan zoeken. Moet er nog wel wat boodschappen gedaan worden? Ik weet... Ja, als jullie blijven wil ik wel wat tevreden in huis hebben. Ik wil wel gaan. Ik heb alleen... Ja, ik heb geen geld. De uitkering is nu ook stopgezet omdat ik geen vast woonadres meer heb. Prima. Nee, broer. Oh. Wat doe jij? Wat? Ah. Waar is mijn zadel? Stiekem mijn fiets lopen. Wie doet nou zoiets? Hoi, als ik erachter kom wie dit heeft gedaan, hè. Maar je weet hoe je het heeft gedaan? Nee. Jij wel dan? Ja, Tommy haat jou dus. Daarom heeft hij jouw fiets gesloopt. Dat is logisch. Jullie hebben toch ruzie? Hebben wij ruzie? Ja. Je had hem vanochtend toch van de trap geduwd? Tommy en ik hebben helemaal geen ruzie. Oh, hij heeft letterlijk je fiets gesloopt. Daar ga je toch wel wat aan doen? Nou, weet ik veel. Toch gewoon hem in elkaar slaan of pissen in zijn bidon. Of zijn gymkleren jat of zo. Of sloop gewoon iets van hem, weet je. Ja, oké, maar wat heeft het voor zin?
Mijn fiets blijft kapot. Ja, maar je hebt ook, weet ik veel, gerechtigheid. Slecht geweten? Nee? Ik heb niks te verbergen? Dat merk ik. Weet je, ik heb je toch niks aangedaan? De spoken hebben mij van de trap al geduwd of zo. Ja, maar dat was een ongeluk. Hij duwt me van de trap en dat doet hij net alsof dat het een ongeluk is. Wat een loser. Ik heb je niet van de trap afgeduwd. Dus je hebt voor geen reden mijn fiets gesloopt. En echt wel dat mijn ouders willen dat jij gaat betalen. Oké, bewijs dat dan. Dat kan je toch niet. Dat is goed, je hoort nog van mij. Oh, hey, waar ga je heen? Waar ga je heen? Ik ga het melden. Wat melden? Bij de jong? Ja, bij de jong, inderdaad. Oh, wat een watje ben je ook eigenlijk, hè? Gelijk naar de docenten rennen. Je kan toch gewoon een keertje gewoon je eigen probleem oplossen? Ik geef hem dat ding even. Ja, wacht. Ja, ik heb hem. Geef hem. Ja. Ja, maar die schroef losmaken. Je schiet op. Ja, wacht. Hoi, mevrouw. Schiet op. Ja, lekker, bro. We hebben hem, bro. Lekker. Hey. Hey, dat is mijn fiets. Hey. Run, hey, wacht. Mijn wiel. Run, bro. Hey, wacht, mijn wiel. De fiets van mijn zus? Ik dacht dat het jouw fiets was. Ja, dat mag ik hopen, ja. Anders had ik ook achter jouw zus aan moeten. Die heb ik niet. Nou ja. Je bent in ieder geval niet naar de docenten gegaan. Nee. Ik had niet verwacht dat jij eigenlijk wraak zou nemen. Die fiets trouwens, die ga je wel voor me maken, hè? Ja, als jij die voor mij ook maakt. Ja, bij mijn vorige wiel. Waar is mijn zadel? Ja, trouwens, die onderdelen die kan je achter de school wel gaan zoeken. Is goed, ga ik doen. Huh? En misschien is het handig als jij gaat zoeken in de bosjes voor juist. Is goed. Yo. Yo.